Hey jongens van Shadowgames23, ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie een nieuwe aflevering van Ronald speelt Minecraft. En ja, vandaag gaan wij eens even een kijkje nemen hier in de desert die vlakbij mijn uh, ja, bevolkte NPC village ligt, zeg maar. En uh, ja, dat bevolkte NPC village, dat is dat, uh, dat, uh, dat stadje waar we heel veel toen met Johan hebben gerestaureerd en zo. Ook met die tempel en met al die hekjes eromheen en zo. En uh, ja, ik heb in deze desert echt zoveel OP leuke dingen gevonden. Er is hier een tempel volgens mij, er zijn die dungeons, uh, mobs met andere woorden. Er zit hier al, nou, met een mind onder, ik weet niet. Precies waar, maar die zag ik toen de map aan het laden was. Dus die ja, ergens helemaal uh, boven mijn hoofd, die kant op. En uh, ja, er is hier ook. Jawel, een village! Een gigantisch mooi village! En hopelijk, uh, uh, ja, vinden jullie ook paden, want dit is uh, 1.6 gegenereerd. Want, uh... Nee, het is best wel een pokken eind van mijn stad af. Maar als we die kant gewoon oplopen boven mijn hoofd, dan uh, komen we zelf bij mijn stad uit. En uh, ja, hier heb je dus allemaal open rotzo. En ik hoop dus dat we hier paarden vinden en zo kunnen we hier een paard krijgen en alles. En de reden dat ik dit doe is uh, wel, ik wil even wat afstand nemen van die sommertouwen Tower of Power van mij. En ik wil gewoon eens een keer ja, wat Minecraft lol maken. Gewoon eens een keer weer uh, ja, lekker uh, uh, ja, onbezorgd Minecraft shit doen, uh, run, dat soort shit allemaal. Maar uh, ik wil sowieso even uh, met jullie gaan hebben vandaag over mijn webcam. Want ik heb onlangs een webcam gekocht. En uh, dan ga ik dus allemaal facecams en alles mee doen. Ik ga een facecam houden jongens, wanneer ik duizend videoweergaves heb. Kun je even naar mijn kanaal gaan en dan bij uh, over volgens mij. Daar zie je mijn aantal weergaves. Ik heb nu 95.000 volgens mij. En um, ja. Maar goed, we zijn dus bij de village aangekomen. Hopelijk is hier een Blacksmith. Hallo, jongens. Hallo, hallo. En je kunt horen dat het een uh, nieuw village is. Want uh, nou, ja, je hoort ze wel. Uh, 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 ...zurren en zo. Wat ruil jij. Emerald voor Redstone. Oh, yeah, by the way, ik heb ook nog allemaal uh, zorg meegenomen van huis en zo. En ik heb onderweg ook wel wat uh, mobs geslacht en alles. Maar het ziet niet naar uit dat hier een Blacksmith is, jongens. En daar baal ik wel van. Want nou, ik zag hem in de verte. En ik had gehoopt dat wel bij zo'n gigantisch village. Are you really fucking me? Een village zou zijn of een, 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 ja een Ronald praat even Nederlands, A.U.B. Een, eh, wat je me call En een, eh, godsamme, een blacksmith. En ik loop hier nu helemaal naar beneden om te kijken of hier iets van een fancy, manchy mob Het vinden is omdat die zombie eruit kwam, maar dus niet, jammer dan. Oké, wel wat kool hier, dat is wel nice. Ik even wat, wat dat coal mij, dat heb ik nog niet, dat heb ik niet meegenomen namelijk. En nou ja, je kunt het maar beter meenemen. Dat is wel genoeg. Eh... Denk ik helemaal perfect. Oké. Okay. Kunnen we noodrandzoenen mee koken en dat soort shit allemaal. Maar goed. Jammer dat hier geen uh, Blacksmith is. Dat is wel, 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 wel slecht. Maar die hebben we wel. Nee, maar ik vind het heus wel in de mob en zo. En anders wel bij de grote tempel en eh... Um, uh, eh... Ja, name tags, dat soort shit allemaal. Ik hoop gewoon dat we een, 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 een zadel, horse armor en name tags vinden. Want uiteindelijk nee, kan ik hier voor mijn paard regelen. En ja, ik heb dus geen leads bij maar dat is kut. Maar um, ja, we moeten dus hele pakket moorders een keer terugrijden. Maar goed, ik moet nu op zoek gaan naar de Jooden desert, Temple and Dungeons. Dus hou jullie ook goed open. Als ik iets over het hoofd zie, zet het in de comments. En dan ga ik in de volgende video ga ik uh, weer dingen bij langs. Maar uh, ik heb wel redelijk goede ogen voor dit soort dingen in Minecraft. Dus moet wel lukken. even kijken. Die tempel die zat ergens helemaal tussen bergen in. Dus we moeten straks even op een berg uh, gaan kijken. Maar ik wil eerst even kijken of we die dungeons kunnen vinden. Want die dingen daar, nou, dat zijn de rottigste dingen in Minecraft. Even kijken. Even kijken. Dungeons, dungeons. Die tempel moet er ook ergens in de buurt liggen. Die lag heel dicht bij het village. Volgens mij is die tempel hier ergens of zo. Hij lag echt gewoon tussen twee. Ja, volgens mij is die tempel hier. Hij lag echt tussen twee bergen in. Waar je alleen zeg maar de top kunt zien. Uh, nee, is dat de dungeon? Nee, oké. Okay. Ik ga wel even deze bergpunt Maar ik ben er nu toch, right? Dus, ja. Even kijken of het eten sorry wat kip. Ik heb niet zo heel veel kip meer. Dus ik moet een beetje zuinig doen. Ik ben al door heel wat kippetjes heen gegaan. Dus ja, eens even kijken. Zo, hier boven. Durp durp By the way, jongens. Sorry dat ik niet zoveel kruisjes 3 en rode Gold upload op dit moment. Maar ik heb het gewoon enorm druk met mijn... Uh, Um, ja, andere series. En jawel, dat is een dungeon daar. Dus. Uh, dat is al één ding wat we hebben gevonden. Alleen die tempel, die moet hier wel ergens liggen. Even kijken. Hij kan ook bij andere mountains liggen in die desert. Het is een groot desert. Maar nou, groot. Het is, eh. Uh... Ja, redelijk grote desert eigenlijk. Dus even kijken. Oh, Hallo. Oh nee, ik dacht dat dit iets van een tempel ding was ofzo. Goed, wel dan gaan we die dungeon maar eens bekijken. Ik hoop dat het iets van een uh, spider of skeleton dungeon is. Want die uh, nee, zijn wat leuker dan zombie dungeons. En ik heb er al zoveel dungeons um, uh, 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 gevonden in mijn uh, Ronald Speeds Minecraft. Dus ja, kijk dungeon. Tenminste, ik denk dat dit een dungeon is aangezien van de vorm. Ik, ja dungeon, ik wist het wel. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. even de chest opgraven zo heen al dit zand weghalen en die, ik weet het, ik weet het, je kunt bij de strategie met torches onder zand of gravel plaatsen en met toetsenbordjes pasten. Alleen ik vind dat echt overdreven, want nou ja, het is niet zo heel veel, dit mijnen we gewoon weg. Holy shit, oh dat is interest chest. Nee, dit is allemaal niet wat ik wil. Kom op, please, geef mij mijn fancy schmancy, Oh my god, dat is een name tag en diamond horse armor. Oké, okay, dan moeten we nog één ding aan de zadel. Dat is nice. Ik ga sowieso alles even weggraven hier. Oh hallo. Nee, ik ga sowieso even alles weggraven hier. En wel, dan nemen we even de, 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 de belangrijke shit mee. Even kijken wat voor is dit. A spider spawner, oh, dat is wel, uh, wel nice. Kijk, Spider Sport, toch niet, want het is gewoon dag nu. Dus, het uh, is allemaal wel uh, goed opgelicht. Ik neem even de Morse kobbel mee en zo. Dat is allemaal wel heel belangrijk dat we dat allemaal meenemen. Maar we hebben sowieso al een Name Tag en Diamond Horse Armor. We hadden nog wel even die Mineshaft hierin binnenkort. Maar ja, ik wil gewoon nou even wat gaan adventuren. Tot en met episode wat 60 of zoiets. By the way, jongens, de map die komt wat later te downloaden. Je uh, zult het vast heel erg jammer vinden. Maar hij komt pas bij episode 100 te downloaden. Het spijt me heel erg. We zijn nu bijna bij. Uh, episode 60, dus dat doet nog wel heel lang. Alleen er komt echt heel veel anders bij Minecraft, jullie kant op. Dus zo rond de kerst is de map op voor download. En dan hebben jullie echt gewoon een complete OPS 5 wereld. Heel veel zullen het nou, jammer vinden. Maar ik kan er gewoon niks aan doen jongens, want de wereld is nog niet af. Er moet nog heel veel gebeuren, daar Of Power Moon nog afgemaakt. Ik wil mm, nog zoveel NPC's vinden die is helemaal restaureren, Maar dat ga ik dus doen. Hey, het moet een complete veilige wereld worden. Ik wil gewoon dat het een uh, ja, soort republiek wordt, zeg maar helemaal. Dat het echt gewoon gigantisch wordt. Dus uh, ja. Hopelijk ben ik de map tegen die tijd niet kwijt. Nee, maar dan, uh, dan komt die. Uh, in principe een paar uh, uh, dagen voor download, maar. Want nou uh, ja, het is wel mijn wereld. En als jullie die map dus heel graag willen. Dan uh, zullen jullie dan in het weekend die map moeten downloaden. Ja, even kijken. Oké, okay, wel. Ik heb een beetje vol inventory. Even kijken. Dit kan wel weg. Dit kan wel weg. Even kijken. Zo. Ik heb al 31 cobblestone. Ik wilde even meer hebben. Want uh, dat is gewoon handig. Zo, even verder menen. Oké. Okay. Zo, ik heb wel heel veel zooi bij me. Ik weet het jammer dat die sommige music discs niet uh, stekken. Dat is wel flink kut af en toe. Even kijken, hoeveel? Of oh, veertig, dat is helemaal nice. Even kijken, wat hebben we allemaal niet nodig? Wat kunnen we wegdoen? Dit en dit en dit en dit. En... And... wel, dat was wel volgens mij. Even kijken, dit en dit, dat kan ook wel weg. Even kijken, zand. Nee, zand niet, dat hebben we even nodig. Gunpowder kan ook wel weg. Oké, okay, goed. Omhoog bouwen. We hebben zowat alles nou uh, leeggehaald hier. Dus nu moeten we nog even een... Uh... Andere dungeons gaan zoeken en sowieso die tempel even vinden. Even kijken. Die tempel kan ook nog deze kant op zijn. De tempel was in de desert. Ik heb de tempel hier gezien. En uh, ja, twee dungeons. Maar uh, kijk, hier is nog heel veel desert. Dus uh, het kan heel goed zijn dat hier ook nog wel een tempel in die andere dungeon is hoor. Dus even kijken. Een schat zoeken met Ronald of zoiets. Zo gaat deze aflevering heten. Nee, maar we gaan sowieso even deze berg hier op. Want hier is denk ik wel iets van... Um, Eén van de fancy schmancy uitzichtpunt, waardoor we alles kunnen zien. Kijk, en volgens mij was hier die tempel. Nee... Daar was de tempel. Ik weet... Kijk, ik zei het. Er is een tempel hier. Er is hier een fucking tempel. Ik had weer eens gelijk. Oké, okay, goed zo. Kijk, we kunnen er ook al mooi in hier. Mooie ingang is hier gebouwd. Oké, okay, hier moeten we enorm voor oppassen. Want het is dus allemaal holy kut. Dat was ik zo bang voor. Ik wil niet dat deze oude artefacten worden opgeblazen door jouw emoheid. Complete hé. Ik moet gewoon compleet alle, alle, alle artefacts wat vernietigen. Hier wil ik bij die. stomme tempel komen. Oké. Okay. Are you fucking me? En we zijn weer terug. Welkom mensen. Ik ben uh, ja, dus weer terug hier bij de uh, ja, Tempel ding. En wel hopelijk ligt mijn stufte nog. Ik heb echt gewoon super hard gelopen. Ik had de coördinaten wel opgeschreven en alles. Maar. Um... Ja, hoe wil ik ook naar beneden komen hier? Echt serieus. Ik heb geen items. Ik ben teruggerend. Ik heb geen items gepakt. Dat ook eens zo dom was. Maar ik, oh, ik, ik ben zo hellig in de kop nou. Hè. Het is gewoon echt gewoon wauw. Er zijn ongeveer 10.000 mobs daar beneden met trash rooms weg. Echt als mijn OP diamond sword weg is, serieus. Ga ik een greetje in en al mijn lootsen en alles. Even kijken waar was ik toen. Uh... Yee! Yeah! Piemel! Oké, okay, wel dan. Fuck. Dit. Zo, so, nog wat jongens. Hadden jullie nog wat? Dat dacht ik ook niet. Eenmaal piemels. Met hun hun. Natuurlijk krijgen we nog flint. Met hun loot en alles. Daar is het. Oh, mijn items. Mijn items. Kom bij me, schatjes. Ze zijn er nog. Dat is despawn time. Dus minder. Want ik deed echt wel een goede 10 minuten over om inmiddels terug te rennen. Ik had de coördinaten opgeschreven toen ik uh, uh, ja, hier was om alles te vinden. Dus dat is in ieder geval goed. Even kijken zo. Oké, wel, ik ben er. Uh, niet niet, niet, niet die groot probleem dit of zo maar... Ja, wel jammer dat mijn trashroom weg is natuurlijk, maar ik heb een mooie cave system dat yeah, is nice. En ik heb um, uh, natuurlijk mijn uh, levels, ja, met 10 minder. Maar, ach ja, je kunt niet altijd alles krijgen wat je wilt. En ja, soms ga je dood. Alleen, wat je dan doet, is dan ren je gewoon terug... En wel als je doodgaat, dom mobs, omdat de skeletons gewoon OP zijn in deze game. Dan sta je door deze game gewoon op peaceful. Dus uh, ja, GG. En ik wilde echt niet naar mijn items die spawnen. Als het een zombie was of zoiets. Of een creeper, dan had ik het echt niet gedaan, jongens. Maar skeletons, echt, die dingen zijn gewoon serieus. Gewoon OP. Die dingen kun je gewoon niet. Uh, nee. Dat wil gewoon niet. Goed dan wel, Oh mijn god, een mijn cave hier. Wauw. Ik, ehm. Uh, ik, ehm. Uh, ja. Wauw. Dit was wel OP. Laten we die andere dungeon maar snel gaan zoeken. Want, eh, uh, Hier, ja. <laughs> Fucking lange aflevering, maar, Ja. Uh, yeah. Oké okay, dan. Doe het gewoon één stuk, want nou, dat is gewoon cool. Het is gewoon bam. Is gewoon bam en zo. Waar is de tweede dungeon? Er is een tweede dungeon ergens. Dat weet ik nog wel heel zeker. Ja, dat weet ik inderdaad. Die 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 die, ik weet alleen niet waar die is. Maar dat zullen we wel eens even uh, gaan zoeken dan. Even kijken. Even kijken, even kijken. Even kijken, even kijken. Hier niet, oké. Okay. Weten wij dat ook weer wat. dan moeten wij gewoon even goed gaan zoeken naar die tweede dungeon. Dus ja, jullie kunnen een noob vinden, maar ik... Ja, ik, ik, ik was op de shift knop en ik in één keer naar beneden. En ja, dat was echt gewoon... Ja... Niet, 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 niet mooi om te zien. Kutshift. Niet mijn schuld. Ik kom gewoon pro in Minecraft. Alleen shift-knop, niet goed zijn. Huh. Dat, bam en zo. Nee, oké, okay, dat is wel gedeeltelijk mijn failure. Want nou ja, ik, ik, ja. Ik faal zelf ook wel gewoon in Minecraft. Goed, nou, dan gaan we die tweede dungeon maar proberen te vinden. Dan wil je ja, dat er geen treasure room is. Echt balen. Dat zuigt gewoon, eerlijk gezegd. wat, wat. Het dat dat, 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 hoort oh. gewoon de trash room te zitten of, of, of ben ik dan gewoon een nee moe. Well, is, is dit de uh, dungeon. Ja, dit, dit was een andere dungeon, toch? Dit was die ene die we hebben of? Toch? Ja, dit is die ene die we hebben leeggeroefd. Oké. Okay. Dus even kijken. Uh, waar is die tweede dungeon? Oh, er is hier zo'n desert wel. Dat is leuk. Ik wist niet dat dat hier was. Eens dus even kijken. Oké, okay. wel. Misschien heb ik hem gewoon overgeslagen in mijn hoofd of zoiets. Maar jongens, weet je wat ik ga doen, denk ik. Ik ga de aflevering hier afsluiten. Ik ga zometeen. Ga ik even de dungeon vinden off camera. En dan kom ik bij jullie terug. En. Uh, wel, dan uh, gaan wij die dungeon in de volgende episode even ontdekken. En gaan wij proberen om een paard te krijgen. Als dat allemaal werkt. Als het allemaal werkt. En dan uh, gaan we met het paard gaan we terug naar. Uh... Um, ja, mijn wereld. En dan uh, gaan we naar Padenstal bouwen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus ja, jongens, bedankt voor het kijken. allemaal. hopelijk laat u even een like achter. Abonneren jullie ook nog even. En volgens mij van Twitter, at Shadowgames23. Beetje jammer dat ik doodging. Maar, eigenlijk um... Ach ja, het had opgeschreven dat ik mijn Diamond zocht. En andere Lootskudels weer terug kon vinden. Maar, uh, Ja, Dat is dus het begrip Minecraft Pro's. En dat als je doodgaat, dat je niet de weg niet meer terug kunt vinden. En dat ik gewoon nog gewoon de weg terug weet. Maar goed, bedankt voor het kijken. En ik spreek jullie later. Dus ja. Laat mensen op.